In 2010 is in de Europese Unie het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking getreden. Hierin staat onder andere wat de mensenrechten zijn van mensen die blind of slechtziend zijn. Dit verdrag streeft naar een volledig inclusieve samenleving voor alle mensen. Maar na ruim 10 jaar hebben blinde en slechtziende mensen in Europa nog steeds met veel uitdagingen in hun dagelijks leven te maken. Zij vertellen je wat hun uitdagingen zijn en welke inclusieve oplossing zij voorstellen om hun leven beter te maken. Kijk en leer wat jij kunt doen om deze wereld inclusiever te maken. Artikel 9. Recht op een toegankelijke wereld. Mensen die blind of slechtziend zijn, moeten volledige, veilige en onbelemmerde toegang hebben tot openbaar vervoer en de bebouwde omgeving om een inclusief leven in de samenleving te kunnen leiden. Om dit te bereiken, moeten voorzieningen en diensten worden ontwikkeld, geleverd en beheerd, zodat mensen die blind of slechtziend zijn, toegang krijgen tot informatie die ze kunnen duiden en begrijpen, zijn en of ze in de juiste richting reizen, weten dat ze in die omgeving net zo veilig als andere mensen zijn. Een jonge man staat buiten voor een kantoorgebouw. Hallo, ik ben Andžejus Ravanas en ik kom uit Litouwen. Ik ben 27 jaar. Ik ben geboren met een netvliesafwijking, premature retinopathie, ROP genaamd, waardoor ik al vanaf mijn geboorte heel slecht zie. Sinds mijn 17e ben ik volledig blind. Hij loopt met zijn geleidestok op het voetpad en botst tegen een paal. Ik probeer alles in mijn leven zelfstandig te doen, maar ik word daarin op sommige plekken belemmerd door de ontoegankelijke omgeving. Hij komt bij een lift. Zo zijn liften echt een probleem. Vooral liften met een touchscreen. Hierop kan ik geen knoppen voelen om de juiste verdieping te kiezen. En zelfs als ik er op de een of andere manier wel in slaag om de knop te vinden en de verdieping te kiezen met mijn ondersteunende technologie, dan weet ik nog niet op welke verdieping de lift is gestopt, omdat dit niet wordt aangekondigd. Hij kijkt op zijn telefoon. Ik denk dat als de innovatieve oplossingen die gemaakt zijn om het dagelijks leven voor iedereen te verbeteren, vanaf het begin met een inclusief ontwerp zouden worden uitgevoerd, ik veel onafhankelijker zou kunnen zijn. En dan zou ik ook meer het gevoel hebben dat ik erbij hoor en dat ik meedoe in de maatschappij. Voor meer informatie, neem contact op met de Oogvereniging via www.oogvereniging.nl, lid van de Europese Blindenunie, EBU. Deze video is mogelijk gemaakt door het Rechten, Gelijkheids- en Burgerschapsprogramma van de Europese Unie.